Jeroen Strappel, 2-0 voor. Niets aan de hand, zou je zeggen. Ja. En dan gebeurt dit. Ja, als je zo de doelpunten weggeeft, dat is ongelooflijk. Dat is niet goed. En ik vind ook wel dat we het een beetje over onszelf afroepen. Want we moeten wel durven voetballen als je 2-0 voor staat. Daar moet je juist een boost van krijgen. En dat gebeurde niet. Ja, inderdaad. Want je had zomaar een linker rijtje kunnen komen weer. Ja, dat is al de vierde keer. De laatste minuten een doelpunt tegen. Dus dat scheelt 8 punten. Maar ja, die hebben we niet. Kunnen we heel lang over praten. En we hadden ook een groot aantal spelers niet vandaag. Maar dan nog vind ik dat je zo'n wedstrijd over de streep moet trekken. Ja, je hebt behoorlijk moeten sleutelen vandaag aan de selectie, aan de opstelling, zeg maar. Ja, dat klopt, ja. Bij de Hornbach was het vandaag druk, maar hier ook. We moesten eventjes aan de bak, ja. Goed, een paar waren dan duidelijk. Absalem en maar wat was er met Vossenbeld en met... Geblesseerd en of ziek allemaal. Dus we moesten de keuze maken om... Er was geen andere keuze, die konden niet spelen. Dus dan moet je dit doen. Ja, want de selectie was heel gering vandaag. Maar goed. We hadden er meer dan genoeg. We hadden er meer dan 11. Dus dan moet je spelen. En dan nogmaals, ik vind gewoon dat we hem over de streep moeten trekken. Je hebt zelf een Helmond Sporthart. Ja. Het is dan zonde. Ja, goed. Die andere in de laatste minuut die deden pijn. Maar ook deze doet pijn. Maar als je het aan iemand moet gunnen, is het Helmond. Maar ik gun onszelf meer eigenlijk. Dankjewel. Oké. Okay.